Mijn outfit is klaar en dat betekent goedemorgen en leuk dat je kijkt naar mijn morning routine. Ik neem je deze ochtend mee tijdens mijn ochtendroutine. Nu is het 6:50. Normaal gesproken zou ik nu pas mijn wekker hebben. Maar omdat ik weet dat ik vandaag ga filmen, ben ik iets eerder opgestaan. Dus de tijden die je hier in beeld ziet iedere keer zijn de tijden hoe laat ik normaal gesproken mijn bed uit zou komen en alle activiteiten zou doen. Want normaal gesproken kan ik heel mijn morning routine in een half uurtje. Maar omdat ik nu aan het filmen ben, kost het altijd iets meer tijd. Maar goed, ik heb me aangekleed. Ik heb een lekker truitje aan. Dit is echt op dit moment mijn favoriete trui. Dus ik ben helemaal happy met mijn outfit. Dan ga ik nu even mijn make-up doen. En mijn make-up doe ik meestal voor deze spiegel. En ik heb hier dan een bakje met al mijn make-up. En ik draag niet heel veel make-up. Maar ik vind het toch fijn om elke dag even mijn make-up te doen. Zo, ik moet even wat meer licht aanzetten hoor, want anders zien jullie het allemaal niet zo goed. Maar eerst concealer. Gewoon een beetje wenkbrauwgel om ze in model te brengen en dan is het al klaar. Dan pak ik mijn blush. En dan blend ik altijd eerst even met mijn handen uit. En pak ik daar maar mijn beauty blender om de rest uit te blenden. Maar dan is het altijd wat sneller verdeeld en ben ik wat sneller klaar. Alles om langer in bed te blijven liggen. Gewoon overal tijd besparen, toch? Dan is het alweer tijd voor mascara. Ik ga even dichterbij. Dan doe ik nog een klein beetje van dit spul aan de binnenkant van mijn oog. Dan lijk ik tenminste nog een soort van wakker. En het enige wat ik dan nog doe is een beetje lipgloss. En dan is mijn make-up look alweer klaar. Dan is het natuurlijk ook tijd voor mijn haar. Ik heb gewoon in een knot geslapen. Maar mijn haar ga ik lekker los doen vandaag. Vind ik wel leuk. Zo. Ik moet alleen even een klein beetje borstelen. Zo, en dan is dit de look voor vandaag. En dan voel ik me nu nog een beetje kaal, dus tijd voor sieraden. Dit wordt de combi van mijn oorbellen voor vandaag. En dan natuurlijk ook nog mijn ketting. Die moeten we niet vergeten. Want daar zit ik altijd mee te spelen door de hele dag heen. Het is echt verschrikkelijk. Maar wel een tik. En als ik hem dan niet heb, dan voel ik me helemaal kaal. Dus dit is dan de echte outfit met de sieraden erbij. Bij mijn handen heb ik eigenlijk de standaard sieraden om. Ik heb namelijk een permanent ringetje. En ik heb een permanent armbandje. Dus die heb ik sowieso altijd om. En mijn Apple Watch, maar die heb ik nu ook even snel in de oplader gedaan. Want 's ochtends tijdens mijn morning routine ligt die meestal op de oplader. Want ja, een Apple Watch gaat nou eenmaal heel snel leeg. Dus dat is vaak het moment dat ik hem oplaad. En dan was ik nu even vergeten, omdat ja, ik ben aan het filmen, dan vergeet ik nogal wel eens wat. Dus dan ben ik ook zo vroeg opgestaan. Maar die zit nu op de oplader, dus dan kan ik hem straks weer omdoen. Maar dan is dit de outfit en de look van vandaag. En dan is het tijd om naar beneden te gaan, want ik overleef de dag niet. Of in ieder geval niet de ochtend zonder mijn koffie. En ik moet mijn ontbijt en mijn lunch maken, dus ik neem jullie lekker mee naar beneden. Zodat we dat allemaal kunnen gaan regelen. Ik begin altijd met mijn ontbijt en mijn ontbijt eet ik niet thuis op, die eet ik altijd 's ochtends op werk op. Maar ik neem altijd wat yoghurt en wat krusli en die krusli doe ik er 's avonds meestal in. Want ja, wat ik zeg, tijd besparen, zo lang mogelijk in bed blijven liggen. Dus ik pak mijn yoghurt en dan kan ik dit bekertje vullen. Ik hoef nooit veel te ontbijten, dus ik heb echt zo'n klein bekertje en het is echt het perfecte formaat voor mij als ontbijt.
Dan nu tijd voor mijn favoriete stap van de dag. En dat is mijn koffie. En ik neem 's ochtends altijd mijn eigen koffie mee. De rest drink ik allemaal gewoon op school. Maar ik vind het lekker om mijn eerste koffietje van de dag altijd net wat specialer te maken. En dat doe ik met mijn favoriete koffiesiroop. Ik neem altijd die white chocolate van Monin. Heel lekker. Echt maar een heel klein beetje nodig. En dan is het voor mij perfect. Het moet namelijk niet een te zoete koffie worden. Oké, dan is het tijd om mijn brooddoos te vullen. En daar zit eigenlijk alles behalve mijn lunch in. Want mijn lunch staat op school. Ik heb altijd crackers op school en smeerkaas in de koelkast staan. Dus dat eet ik op school. Maar ik neem hier altijd mijn snacks in mee, zeg maar. Heb ik perfect van die bakjes. Ideaal om verschillende dingetjes mee te nemen. Ik neem altijd als eerst een paar van die snackpaprikaatjes mee. Die was ik dan even. En daar snij ik dan de kroontjes vanaf, zodat ik ze wat makkelijker kan eten op school. Nou, dan heb ik iets van groenten mee. Dan neem ik een handje met nootjes mee. En in het laatste bakje doe ik dan altijd iets lekkers. Nou ja, ik vind het allemaal lekker, maar een tractatie. En meestal is dat gewoon een speculaasje of zo, maar ik had nu deze liggen. Dus ik doe er hier een paar van in. En dan is dit mijn snackbak. Dit neem ik mee. Dus mijn broodjes, mijn koffie en mijn yoghurtje. En ik neem nu ook een boek mee. Want de kinderen zijn dol op Pip en Zilver en hij was eindelijk uitgekomen. Ik had hem namelijk gepre-ordered. Dus die is binnen, dus die kan ik meenemen naar school. En dan gaat zo meteen de camera er ook in. Die neem ik natuurlijk niet elke dag mee. Maar over het algemeen zit in mijn tas alleen mijn eten en drinken om de dag te overleven. Al heb ik op school echt nog een hele kast vol met eten. Ik zorg er in ieder geval voor dat ik nooit verhonger. Ik heb altijd genoeg eten bij me. Nou, dat is dus wat er in mijn tas zit. Dan ga ik de keuken even opruimen. En dan is het tijd om mijn Apple Watch boven te halen en te gaan. Ik reis altijd met de bus en dit is eigenlijk ook altijd mijn moment om te kijken, rijdt mijn bus wel? En hij rijdt. Gelukkig, want ik heb heel vaak, nou ja, heel vaak is overdreven. Ik heb wel eens dat de bus gewoon niet rijdt op mijn tijdstip en dan moet ik een half uur wachten. En dan ben ik altijd laat op werk, maar gelukkig rijdt hij vandaag wel, dus dat is heel erg fijn. Dan kan ik ook gewoon mijn morning routine in de klas nog even filmen. Dus dan kan ik jullie meenemen, maar dan is het nu wel tijd om even mijn Apple Watch te pakken. Keuken is opgeruimd, netjes. En dan kunnen we mijn schoenen aantrekken en gaan. Ik heb boven ook gelijk even mijn haarklem gepakt. Want ik zag dat het best wel waaide. En dan vind ik het altijd fijn om mijn haar even vast te doen als ik buiten loop. Zodat het niet gelijk weer volledig door de war zit. Dus ik heb even mijn haarklem gepakt. En nu kan ik echt mijn schoenen aan gaan trekken om te gaan. Mijn bord nog even schrijven, want gisteren had ik heel veel om na te kijken en vergaderingen. Dus dat betekent dat ik er niet heel veel zin meer had gisteren. Dus we gaan even klimmen, want ik kan nooit bij de bovenkant. En dan kunnen we de dag veranderen naar vrijdag.
Als je denkt, wat is het donker? Ik vind het altijd heel erg fijn om hier de lichten nog uit te hebben 's ochtends en ze daar alleen aan te zetten. Want dan start ik net wat lekkerder op. Maar goed, ik heb even mailtjes van ouders beantwoord. Dat is het eerste wat ik altijd 's ochtends doe als ik binnenkom. En ik heb mailtjes, dan kan ik die gelijk maar afstrepen. Ik heb even wat tafelkaarten geprint voor de kinderen die de tafels lastig vinden. Die kunnen ze dan eventueel mee naar huis nemen om te oefenen. Nou, ik heb nu dus een nieuw Pip en Zilverboek. We zijn nu nog met deel 2 bezig. Maar ja, zoals je ziet, die is bijna uit. Dus dan kunnen we naar het volgende boek. Maar dan kan ik hem wel vast aan de kinderen laten zien. Want ze zijn heel enthousiast over het feit dat er een nieuw boek komt. En dan is het nu even tijd om te controleren of ik alles heb klaargelegd. Vandaag hebben we met rekenen een herhaallesje. Dus ik heb hier sommenstrookjes. Het zijn gewoon normale sommen. En dan kunnen ze zo'n strookje maken. En dit zijn dan strookjes om cijferen te rekenen. Want deze kinderen rekenen al op een cijferende manier. Wat echt heel erg chill is, want het zorgt voor heel veel overzicht voor de kinderen. Voor spelling hebben we vandaag het woordendicté. Dus ik pak even de toetsschriftjes alvast. Dan liggen die alvast klaar. Bij taal werken we vandaag gewoon uit het boek. Dan heb ik voor begrijpend lezen een leuke tekst over de herfst. Dit is een gedicht en daar gaan we gewoon lekker over praten. Gaan we een paar vragen over beantwoorden en een leuke opdracht meedoen. Dus dat ligt ook allemaal al klaar. En eigenlijk ben ik dan nu helemaal voorbereid voor de dag en is mijn ochtendroutine voorbij. Want ik ga nu naar de collega's, gaan we nog even een koffietje doen en daarna gaan we de kinderen al ophalen. Dus dan is het tijd om te beginnen. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar mijn ochtendroutine. Ik hoop dat je het leuk vond om een keertje mee te kijken. Als je hem leuk vond, geef hem dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. Je kan me ook volgen op Instagram of TikTok als je het leuk vond. En dan hoop ik je te zien bij een gloednieuwe video de volgende keer weer. Bye!